Opnieuw een provocatie van de Wit-Russische president Lukashenko aan het adres van de Europese Unie. Als wij hen sancties opleggen, dan draait hij onze gaskraan dicht. De EU overweegt die sancties omdat de dictator al maandenlang asielzoekers naar de grens met Polen stuurt. En de situatie daar is alarmerend. And this is not a migration crisis. This is the attempt of an authoritarian regime to try to destabilize its democratic neighbors. Ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси. Возьмите СМИ, экономика, политика, да, уже до военного, до безопасности добрались. Гибридная война. И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал от мигрантов в том числе? Als je hem zo hoort, dan lijkt het toch uitgesloten dat we nog met hem in gesprek kunnen gaan. Nee, het is absoluut. Ik denk dat als je kijkt ook waar deze meneer vandaan komt. Ik gaf al aan sinds 1994 eigenlijk de leider in Wit-Rusland. Maar niet met democratische verkiezingen. Of er worden wel verkiezingen gehouden, maar die worden natuurlijk vervalst. Mm. Qua uitslagen en hoe die ook omgaat met de mensen in hun eigen land. De winnaar eigenlijk van de verkiezingen. Dus het is drama. En we hebben consequenties daar natuurlijk ook als Europese Unie aan verbonden. En nu zie je natuurlijk dat hij daarop op reageert. Op een manier waarin je ziet het mensen in een vreselijke situatie terechtkomen. Die totaal iets anders voor ogen hebben. Ja. Want dat spiegelt hij voor, hè, naar de mensen toe die in Turkije zijn of in Syrië zijn of in Libanon zijn. Het zijn vakantietrips die worden aangeboden, all inclusive, met VIP-services van vliegtuigen. Zo wordt dat gepresenteerd. Maar hoe kan het dat mensen daar dan in geloven? Want ergens zou je ook kunnen zeggen, met de geschiedenis van Wit-Rusland en vooral ook van Lukashenko, dat je daar misschien niet naartoe moet gaan. Ja, mensen zijn op zoek naar een beter perspectief. Hè? Dat verwijt ik de mensen ook niet. Het is ook een mond-op-mond reclame. En het is een soort propagandamateriaal waar je overal ziet op social platforms. Ook op Facebook, sites als Wit-Rusland online, Wit-Rusland in het Arabisch. Hè? Dat zijn gewoon vrienden, grote vriendengroepen. Daar worden deze reizen aangeboden. En die worden wordt gewoon aangegeven voor duizenden euro's. Kunt u een ticket boeken en alles wordt voor u geregeld. En u kunt Europa binnen waar u naartoe wil. Wilt u naar Duitsland, kunt u naar Duitsland. Het is een zeer treurige handel. Het is niet alleen een handel, het is een provocatie. Ja. Wat ingezet wordt door Wit-Rusland richting de Europese Unie. En daarom moet de Europese Unie ook stevig reageren. Nou, de Europese Unie is niet gewend om altijd stevig te reageren. Hè. We kennen in het buitenlandbeleid altijd waar we heel goed in zijn, in soft skills diplomatie. Nou, dat helpt niet met een manier als deze. Dus je moet daar stevig en hard op reageren. En dat betekent dat je andere consequenties aan moet gaan verbinden. Maar stel dat hij die gaskraan dan bijvoorbeeld dichtdraait. Dat is dan toch, hij weet heel goed de zwakke plekken van de EU te vinden. Ja, maar om eerlijk te zijn, daar word ik nog warm, nog koud van. Ik bedoel, als je kijkt, die gasleiding is van Rusland, is van Poetin. De gas is van Poetin. Nee, dan zou Poetin dus moeten instemmen met het feit dat die gaskraan dicht draait. Dus dan heb je ook een groot conflict eigenlijk tussen de Europese Unie en Moskou. En u verwacht niet dat Poetin dat doet? Nou, dat weet je nooit. Hè. Ik bedoel, ik kan niet in die kristallen bol, maar dat is weer een stap verder. Als hij daar dus dan nog verder in gaat inmengen, meneer Poetin vanuit Moskou. En daarnaast heeft hij zelf natuurlijk ook, hij heeft zelf wel belangen ook als het gaat om gasleidingen. Mm-hmm. Dus ook daarin kan hij natuurlijk een spel spelen. Ik begrijp nu dat die leiding die dan via Wit-Rusland gaat, dat op dit moment zo'n 10% is van de totale gasleveranties richting de Europese Unie. Mag ik wat vragen? Ik las berichten dat minister van Buitenlandse Zaken Lavrov van Rusland, die zou hebben gezegd, nou ja, Europese Unie, als jullie nu gewoon betalen aan Wit-Rusland, dan zou die wel bereid zijn om die stroom te stoppen. Dat lijkt mij bijna een vorm van chantage. Ja, absoluut. Ja, want dit is totaal niet te vergelijken. Hè? Want wat ze willen doen is een vergelijking maken met Turkije. Ja. In Turkije die situatie had te maken met de Syrische oorlog. Turkije die herbergt al miljoenen vluchtelingen. Hè? Dat gaat om vluchtelingen. En daar hebben we in 2016 natuurlijk met een grote toestroom richting Europa hebben we afspraken met Turkije over gemaakt om dat op een andere manier te doen. Dat heeft ook zijn werking gehad. En dat is een hele andere verhouding, ondanks dat ook de heer Erdogan af en toe natuurlijk wel het spel kan spelen. Ja. Een hele andere
verhouding dan dat je met Lukashenko hebt, die gewoon dit initieert en faciliteert een hele migratie-industrie richting Europa om te destabiliseren. Maar toch heeft hij wel heel goed Europa's Achilleshiel eigenlijk herkend. En dus inderdaad ook gewoon zo geprovoceerd en een situatie gecreëerd waarin we er toch wat mee moeten. Dus als je die beelden ziet, je kunt niet die mensen daar in die bossen laten bevriezen. Nee. Zeg maar. Nou, ik heb de afgelopen week ook veel hoorzittingen gehad in het Europese parlement. Ik heb daar natuurlijk ook vragen over gesteld. Over wie hebben we het eigenlijk? Ja. Nou, de zaken die nu al zijn onderzocht. Ongeveer 95% krijgt geen vluchtelingenstatus. Heeft geen recht op toelating in de Europese Unie. Gisteren nog weer een hoorzitting gehad met de hoofd van Frontex. De organisatie die ook betrokken is bij terugkeer. En bij het beschermen van onze buitengrenzen. Op dit moment staan zo'n 1700 Irakezen, vooral Koerden uit Noord-Irak, op de lijst om ook teruggestuurd te worden. Dus daar moet zeker behoorlijk wat gebeuren. Maar we moeten in ieder geval voorkomen dat de situatie niet nog schrijnender gaat worden. Ja. Dat er nog veel meer grotere groepen migranten die kant op gaan. En dat kan je alleen maar door nu ook met landen die meehelpen, of luchtvaartmaatschappijen die meehelpen om die industrie, zeg maar, richting Wit-Rusland te brengen, om daar ook consequenties aan te vinden.